We staan hier bij de loods van Kruiskamp. Hier is zojuist het bootje de Louise naartoe gebracht. Koen ten Hegler, kun je iets meer over vertellen waarom dit gedaan is? Ja, we hebben na 2 jaar varen in Almelo hebben we begrepen dat het toch wel heel lastig voor bruisparen is om het risico te nemen dat het gaat regenen. En die kans is natuurlijk in Nederland, die ligt voor de hand. Dus bruisparen durven niet te boeken, want als het regent, dan is hun jurk natuurlijk nat. En het bruisboeket, dat gaat niet goed. Dus dan hebben we een groot probleem. En ik kan geen mooi weer garanderen. Juist, en daarom heb je gekozen voor een nieuw bootje. Maar de Louise moest weg. Hoe erg vond je om die weg te doen? Ja, erg. Daar heb ik mijn hart en ziel in gestoken. Daar hebben we echt toch 2 jaar aan gerestaureerd. En ja, dat is natuurlijk niet zomaar wat. Maar ja, ik kan geen 2 boten erop nahouden. Dus het is of de een of de ander. En hij krijgt een goede plek. Hij gaat naar Leer, naar de werelds grootste liefhebber van antieke scheepjes. Dus die krijgt het wel goed daar. Ik krijg de Wilhelmina ervoor terug. Dat is een nog kleiner bootje dan dit. Maar wel een heel bijzonder bootje. De Louise die hier ligt, die heeft geen historie. Althans, die heeft een historie, maar die is niet bekend. Maar de Wilhelmina die we krijgen, daar is de historie vanaf de eerste dag, vanaf de bouw is die bekend. En dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt bijna niet binnen de vereniging. Ik heb straks ook het kleinste bootje van de vereniging, maar met het grootste verhaal. En welke vereniging gaat het om? De Oude Glorie, vereniging Booteigenaar en Oude Glorie. Dat is de vereniging die de historische pleziervaart behartigt. Juist. En die nieuwe boot, die Wilhelmina, wanneer kan de Almeloer die gaan bewonderen? Nou, hij komt in de eerste week van januari wordt hij gewisseld. Dan komt de man uit Leer, die komt met vervoer over de weg, komt hij deze ophalen. En hij neemt de Wilhelmina mee deze kant heen. Dus en dan gaan we nog een beetje afrestaureren. Dit is een heel leuk verhaal, want ik heb 10 jaar geleden ditzelfde bootje ook gehad. En deze man heeft hem gekocht van mij. Die was helemaal verknocht. Het is ook een heel leuk bootje. Maar die heeft hem 10 jaar niks aan gedaan. Dus die heeft hem in een loods gehad. En die heeft hem precies in die loods ook zo laten liggen. En die kajuit, kan die dan straks wel onder dat bruggetje door? Ja, daar zijn we voor naar Leer gereden, hè, speciaal. Die man die heeft hem opgemeten en die verzekerde ons dat hij eronder door kon. Dus ik heb mijn buik hier bij de bruggen gelegen om te kijken of het allemaal wou. En ik wou natuurlijk verhaal halen en ik wou mezelf overtuigen dat we niet straks dat bootje hier hebben en het bootje niet onder de bruggen in Almelo door kan. Dus maar hij kan eronder door. Het is ook piepklein, maar het is heel knus. Het is heel leuk. Ik kan maar heel ietsjes van de historie misschien verklappen. Het is een bootje dat komt uit Oud-Aarde. Het is gebouwd in Oegstgeest door Akerboom. Heel leuk, de letters AA staan nog onder in de boot. Anton Akerboom, die was in de tijd 15 en die heeft zijn vader geholpen met bootje bouwen. En het bootje is geschonken door de parochianen van de Sint-Bavo-kerk in Oud-Aarde aan de pastoor die daar toen dienst had. Nou, Almelo die kan met smart gaan wachten en straks kunnen de bruidjes in Almelo gaan trouwen. In het huwelijksbootje van Koen ten Hegler, toch? Ja, zeker weten. En daarnaast willen we dan ook meteen een soort introductie doen. We willen meteen Nederlands kleinste partyscheepje introduceren. Dus we willen echt voor 2 personen dinertjes aan boord gaan organiseren.